We staan op de botermarkt, want daar komt nu een boot aangevaren met daarin Peter Labriere en Vivianne Aerts. Zij gaan voor ons zingen. Wij gaan straks voor u zingen een nieuw lijflied. Het is al 6 jaar oud. Maar we hebben het vernieuwd, bedoel ik eigenlijk. Dit is Vivianne Aerts, onze nieuwe Rita Reis. Die zingt als een zangvogeltje, niet te geloven. Die gaat heel beroemd worden. En met haar samen ga ik dit lied aan u presenteren. We hebben hier een paar van de refreinen. Het zou leuk wezen als er een paar mensen zijn die het refrein mee willen zingen. Tegen mij werd gezegd, maar u zingt toch vals? Ik vind het wel meevallen, maar we zagen in ieder geval de vogels wegvliegen. Dus misschien is het een probleem voor de meeuwen op te lossen dat u zo'n cd'tje koopt om ze weg te jagen. Nou, we hebben heel lang gestudeerd. Oh, sorry. Vivian heeft mij avonden les gegeven. Het is aardig gelukt. Ja. Zou u in willen drukken? Prachtige mooie stad. Neem nou Amsterdam, wil je toch niet doodgevonden worden? Dit is toch de stad van ons. Robert, kom er even bij. En ja, we hebben je uitgenodigd. Leven in de stad, met historisch verleden. Wij ontzet, al die eeuwen geleden. Rembrandt en Steen, in Leiden geboren. Die nu tot de wereld beroemd zijn. Overleden, gezongen door Vivianne Aerts en Labriere zelf.
Dankjewel. Dan gaan we over tot het officiële moment natuurlijk. Waarbij mijn hoed van mijn hoofd afvalt. Want we hebben de officiële eerste exemplaren. En die gaan we aan jullie overhandigen. Robert, kom je erbij? Meneer Strijk? Meneer? Meneer? Kijk. Dit is toch geweldig? Er zijn er nog maar 10. Dus jullie hebben echt de eerste enige echte vers van de vers. Ik heb gewoon mazzel. In het kader van de recessie komt het En ook nog heel speciaal, want ik ben er nog maar 2 weken en dan ga ik weer terug naar Amerika. Dus we hebben nog even op het laatste moment hier dit tot stand gebracht. Mag ik wat zeggen? Mede namens Fonds gaan we hier eerst een bloemetje geven, want mooie woorden, daar kan je geen brood van kopen. Dit bloemetje moet de waardering uitspreken die wij voor je hebben. We hebben zeer veel, want ik heb je al meerdere malen zien en horen optreden in de Hogelandse Kerk, onder andere bij de BBO-festiviteit. En nou, dat je nog niet wereldberoemd bent, is voor mij nog steeds een raadsel. Maar ja, het zal door de recessie komen. Maar Vivien, we zijn ontzettend trots op je. En ga vooral door zo. Dankjewel, alsjeblieft. Zeg jij maar wie? We hebben gisteren de foto's gemaakt. En ze zijn heel leuk. Dankjewel Peter. Dankjewel Vivien. Blijf het als het goed is. Tot ziens. Tot terug uit Boston. Meneer Fons. Dank u wel. Dankjewel. Merci. Ja, bedankt. En dan de wethouder. Oh. Ja. Kan het iets beter. Dankjewel Peter. Lekker. Wie bent u van de radio? Van de radio, sleutelstad. Zou u er één willen? Heel graag. Als u dit dan nog. En de binnenkant is ook mooi. We hebben de molen en we hebben de brug erbij nog. Kan ik nog wat zien? Ik wil graag even iets zeggen over de twee artiesten van vanmiddag. Want de mensen die deze twee niet kennen, die weten niet hoeveel deze twee gemeen hebben en hoeveel ze van elkaar verschillen. In het Frans zeggen ze dan les extrêmes se touchent. De uiterste raken elkaar aan. Als je deze twee hier ziet staan, zo groot als Peter is, zo klein is Vivienne. Zo luidruchtig als Peter kan zijn, zo bescheiden kan Vivienne zijn. Zo muzikaal als Vivienne is, zo onmuzikaal was Peter. Peter heeft heel veel opgestoken van Vivienne. En nou komen ze met dat nieuwe lied. En Peter was met dit lied gekomen omdat hij het oude volkslied maar niks vond. Dat was te moeilijk. Nou, ik zal je vertellen, Peter, een volkslied moet moeilijk zijn. Als je nou naar de Olympische Spelen kijkt en je luistert naar die volksliederen, de een is nog moeilijker dan de ander. En dan heb ik het niet over Amerika of over Engeland. Maar als je het volkslied van Malawi moet zingen, dan heb je echt een probleem. Jullie hebben helemaal de andere kant gekozen. Dus daar zijn ook de uitersten die we bij elkaar komen. Twee volkslieden over jullie, over onze mooie stad Leiden. We hebben het echte, oude, officiële volkslied. En we hebben het nieuwe, zeg maar, hitgevoelige lied, wat zo mogen we het wel noemen. Het is een lied met, wat men dan noemt, hitpotentie. Ik wil jullie daarmee hartelijk feliciteren. En Vivienne, jij gaat binnenkort weer terug naar Amerika. Kom gauw weer terug, want we hebben je veel liever hier dan in Amerika. Veel succes! Dank u wel, Fons. De bedoeling was niet het oude lied af te schaffen hoor. Ik wou het voor alleen maar verzamelen, dus gewoon iets bijdoen wat makkelijk is. Dat was eigenlijk het verhaal. En ik vind de uitleg vond ik waanzinnig goed en ik bied ook mijn excuses erover. Sorry. Kunnen jullie even bij elkaar gaan staan? Nee, even